We zitten hier in het Lijsternest, het huis van auteur Stijn Streuvels in Ingoergem. De oorlog was hier nooit veraf. En Stijn Streuvels, dat was een soort Rudy Franks avant la lettre. Want hij deed dan oorlogsverslaggeving in een dagboek. Op 16 oktober verneemt Stijn Streuvels dat de Engelsen al in Harelbeke zijn. Vanaf dan zoekt zijn gezin toevlucht hier in de kelder. De Duitsers hangen hier aan de gevel een vlag van het Rode Kruis. En ze maken van het huis een veldhospitaal. Op 26 oktober vluchten de Duitsers. Slechts een half uur later staat de 9e Schotse divisie hier voor de deur. Ze delen samen met het gezin van Streuvels de kelder. Plots is er een gasaanval. De soldaten zetten hun gasmaskers op. Ze zien eruit als baarlijke duivels, schrijft Streuvels in zijn dagboek. Dina, het tweede dochtertje van Streuvels en het prutske uit het gelijknamige boek, wordt door een soldaat naar buiten gedragen. Ze heeft ijlkoorts en pas een paar dagen later ontwaakt ze. Bij die gasaanval laten in Ansegem 200 mensen het leven. Op 27 oktober 1918 schrijft Stijn Streuvels in zijn dagboek. Een stralend zonnige morgen. Met een ambulantiewagen naar Kortrijk gevoerd. Toevlucht in de kliniek van dokter Lauwers, waar we de beschieting hebben doorstaan tot de 31ste. Bij nonkel Den Reep, dokter en burgemeester van Moeskroen, vond heel de familie een veilig onderkomen in het grote huis. Doch allen ziek en ellendig door stikgas of griep, te bed en elkander aan het oppassen. Daar is mijn schoonmoeder bezweken en op meer dan armtierige wijze begraven geworden. Mijn schoonbroer heeft zijn vrouw, die leed aan tering, op een kruiwagen van zijn hofstede te Geestert naar Kortrijk gevoerd, waar zij gestorven is.